Vorige week was het nieuws dat de mensen van Hunter Dwarspop een financieel gat hadden. Dat had te maken met het afhaken van een sponsor. En Hunter Dwarspop die organiseren natuurlijk voor mensen met een beperking dat ze toch naar Hunterpop kunnen. Dus daar ga je dan wat langer over nadenken. En toen kwam bij ons meteen de vraag van goh, hoe groot is dat gat? En toen wij hoorden dat het ging om 4000 euro, dachten we van nou, het is wel een aanzienlijk bedrag, maar het moet wel te doen zijn. En daarom zijn we een crowdfunding begonnen. En dat gaat heel erg goed. Ja, kijk, zoiets is eerlijk gezegd vertederend, aardig, vriendelijk, geweldig. Ja, alle woorden kun je ervoor gebruiken, maar dat is natuurlijk geweldig. Dat je merkt dat we na 4 jaar, dat er kennelijk toch ook een hele hoop mensen zijn die zo'n Hunter Dwarspop een mooi initiatief vinden. Nou, dat merk je pas op het moment dat je klem komt te zitten, hè. Ik heb zelf ook een neef met een beperking en ik weet hoe dat werkt, dat als mensen zich ergens op richten, dat is een hoogtepunt in hun jaar en dat gaat dan niet door, dat komt best wel binnen. En het is vaak een hele kleine moeite om voor zulke mensen toch iets heel groots te kunnen doen met een klein gebaar. Dus ja, dan is het snel 1 en 1 is 2. Ja, hoe is die actie verlopen? Ja, de actie is heel erg goed verlopen in de zin van dat er wel een paar op in zijn gesprongen die echt substantiële bedragen inbrengen. En die ook de achterban aanspreken. Maar ja, ze gaan die dingen meestal, het is meestal een kettingreactie, helemaal alleen kun je het nooit natuurlijk. Ik hoorde van de actie, ik werd erop benaderd of wij wilden ondersteunen. En het eerste antwoord was uiteraard meteen ja. En de dag daarna heb ik gedacht, ik vergroot mijn bijdrage. Iemand moet de brug slaan en iemand moet de eerste grote stap zetten. Dit moet gewoon doorgaan. We hebben zelf een kind met een beperking. Wat ik net in de uitzending gezegd heb, wij merken hoe fijn het is als je in een warme regio woont die soms de armen om je heen slaat. Een truckersrun, een opening van de dierentuin. En dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen dat voor die mensen die dolgraag naar zo'n evenement als Hunterpop gaan, dat niet doorgaat vanwege een beetje rotgeld. Dat mag niet gebeuren. Ja, sterker nog, ze hebben het zelfs gehaald. Het is nu overhandigd. Ja, het is geweldig. Het is echt gewoon geweldig. Dus we moeten nou heel hard aan de slag. Maar we zullen proberen zoveel mogelijk mensen met een beperking ervan te kunnen laten profiteren.